Goedemorgen, kijkers! En welkom weer op een gloednieuwe vlog. Maar het is eigenlijk al beter gezegd, goedemiddag. We hebben echt tot een uur of 12 geslapen. 12? Nee, 11, want we hebben een uur in bed. Ah ja, 11. We hebben dan nog een uur zitten te knuffelen. Hey, goedemorgen allemaal. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van het rijden en zeilen. Ik ga me nu klaarmaken. Ik ga naar... Ja! Ik ga daar lekkere twee croissantjes halen. Ik ga nu... Zit ik op mijn kamer. Ga ik mijn schoentjes aandoen. En dan ga ik als eerste van vertrekken richting At the Corner. Oh. Ik heb heerlijk geslapen. Echt waar heerlijk. En dan ga ik nu een stukje van vertrekken naar At the Corner. En mensen, wij gaan bij ons ontbijt, of ja, onze lunch ontbijt, chocomelk drinken. Ja, chocomelk drinken. Alleen moeten ze nog de tassen wagen, gewoon afdrogen. En dan komt dat wel in orde. Dus ik ga nu vertrekken naar At the Corner. Tot zelfs. Zo mensen, het is vandaag geen prettig weertje, dus het zal... quarantaine zijn, binnen het huis te doen zijn. Ik haat deze weer. En dan moet je altijd, maar ook echt altijd, zo ver wandelen. Ja, de blauwe zakken zijn allemaal weg. Ja, dat was ik weer al vergeten, maar ja. Volgende week nog een ganse week en dan kan ik de blauwe zakken alweer op buiten zetten. Yay! Dus het is niet erg als je die eens vergeet. Maar maandag moet ik wel mijn bruine zakken buiten zetten, of anders heb ik wel een probleem. Ah, kut weer. En die andere is ook precies weg. Oh nee, toch niet. Of toch niet? Gaan we allemaal buiten zitten in de regen? Jot, waarom niet? Ah wel. Ah fuck. Ik ben mijn portefeuille aan het vergeten. Allee, ik ga even bellen. Yo. Ik ben terug op mijn appartementje aangekomen. Ik heb een probleempje is erop gedoken. Ja? Oh, fuck. Ik had even schrik. Ik was mijn portefeuille vergeten. En bij geluk had ik nog genoeg geld in mijn auto liggen. En heb ik dus daar nog wel het ontbijt kunnen mee betalen. We hebben nu die allemaal daar. Ik ben echt nog niet wakker, mensen. Echt niet. Oh, en ik dacht dat ze hier verder heeft afgedroogd, maar nu. Ik zag een heel. Iemand hier. Die ik al lang volgt. Nog sandwiches. Katje. Ja? Iemand die ik lang volgt. Die haar relatie was uit. Ik was heel benieuwd. Hoe lang zit dat er hier al in? Lang. Die mag weg. Ik ben aan het kijken, wacht hè. Tenminste gebruik je C-verpakking. Oké, C-verpakking, dan gaan we dat ook doen. Eens even kijken. C-verpakking, normaal gezien dat dan daar ergens op staan. Dan zijn ze verplicht om op te zetten en ze doen het niet. Nee.
Dus ik ga het dan ook niet meer hergebruiken. Ja, niet gebruiken. Op te eten. Want, nee, het staat er echt niet op. Nee. Weg ermee dan. Jammer. Maar ik wil ook niet ziek worden. Deze kunnen hierin, want dat zijn de verse. Voilà. Bij deze. En nu gaan we eten. Hè, schat? Ja, en ik ga lekker chocobroodjes eten. Amai. Ah, jawel, we zijn nog één ding nog iets vergeten op de tafel te zetten. Oh. De B. Boter. Dat is Rutte, ja. En mensen, ik ga het jullie nogmaals eens laten zien. Het is slecht weer vandaag. Ja. En wel mensen, ik heb goed gegeten. Maar ik wil jullie ook nog één ding, ook nog iets zeggen. Voor bepaalde werknemers, chapeau. Wie nu ook aan het werk is, in deze moeilijke tijden van corona. Daarom dat ik deze mensen ook even in beeld wil brengen. Die hier zoiets voorbij komen rijden. En wel mensen, ik kan u één ding zeggen. Hier zijn dan de mensen die ook nog de economie doet laten draaien. Dus even kijken als het gaat lukken. Nee. Nee, nog niet. Wel, voor die mensen, chapeau, dat die nog allemaal werken. Hier is toch een leuke gebaren. Hoho. Zo iemand die dan zo'n duim kan op zo zwaaien, dus naar mijn camera toe. Mag altijd in mijn vlog. Oh, nu dacht ik al, dan zijn ze al terug of wat? We hebben een bewoner die hier de regels niet respecteert. En schat, mag ik je filmen? Ik krijg geen reactie. Waarom wil je me filmen? Mag je de kijkers u niet zien? Wel. Ja? Pas op, hè. Hier is ze. Hallo. En, alles goed? Ja. Goed geslapen? Ik heb heel goed geslapen. Ja? Ja. Tot u laat? Tot iets na 11, denk ik. Zie je zo verlegen dat ze is als ze op de beeld komt? Als haar eigen ziet. Ah, zij moet dat toch gewend geraken, hè? Ja. En mensen, echt waar... Dankjewel om zo massaal al sinds een hele korte tijd krijgen we echt heel veel abonnees bij. En wel, ik ga je één ding zeggen, dat doet toch iets met een mens. Ik ben blij dat eindelijk ook mijn werk wordt geaccepteerd. En mijn moeite, wat ik erin steek en al, dat dat ook wordt geaccepteerd. Daarom dat ik ook die abonnees nodig heb. Ik steek er elke dag tijd in. Moed in om te filmen, wat soms ook niet zo gemakkelijk is voor mij. Maar ik doe het toch wel telkens keer. Opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Elke dag opnieuw. Het enige wat telkens keer dan terugkomt is telkens keer het vast patroon is het renderen. Het renderen, dat komt elke dag opnieuw aan bod. Daar komt veel werk bekeken, inderdaad. En schat, kan je nog iets zeggen? Of kan je iets doen? Kan je nog iets doen? Vandaag. En weet je al wat? Nee. Oei, ze is aan het lachen. Waarom lach je? Omdat het nooit goed klinkt als je zoiets zegt. Oei. Dat is raar. Echt? Ik ga je nog koestingen even vandaag te doen. Wat? Ja. Hebben ze niet gezien. Nee! Nee. Oh, kom, dan moet ik terug. Zie, dat is wel liefde dat we hebben. Eigenlijk mogen we dat niet doen, hè? Waarom niet? In deze tijden. Ja, ja.
Maar jij komt heel weinig buiten. Heel weinig. Ik veel, ja. Zeg ik vandaag, ik ben weer al vandaag naar buiten geweest. Om naar de bakker te gaan. Ja. Dus ik zie jullie zelfs allemaal weer al terug. Ik ga nu even mijn vlog in elkaar steken of die van gisteren. Dat die zeker ook op tijd online gaat komen. Maar dan moet ik wel nog wel iets gaan halen om het te doen. Niet dat het. Ik hoor jullie al denken. Moe. Dat geeft toch wel redelijk veel licht hoor. Nee, dus ik moet mijn witte kabelje pakken. Voilà. En die moet ik dan in mijn laptop steken. En dan zo kan ik dan mijn bestanden van mijn gsm afhalen. Elke dag opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. En dan opnieuw renderen. En ik ga dat van Ben Verdict ook eens bekijken als dat gaat lukken. Mensen, 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 ik heb wel eens iets leuks uitgevonden op mijn Discord-server. Zo met woordjes raden. Ja, woordjes raden niet. Je moet altijd de laatste letter van je vorige post nemen. Zo zijn we begonnen met, ben ik begonnen met Psycho TV, dus met de V. Dan Vibo, dan Overloop, Panda B, Re-Evolution, Ezel, Luipaard, Dolk, Kameel, Lieverd, Donderwolk, Kever, Regenworm, Mango, Olifant, 200 miljoen, niks. Slijmbal, Lolbroek, Kamertemperatuur, Radioactief, Fazant, Tamagotchi, Ingeving, Gestapo, Oosmeer, Ranzig, Gitaar, Rommig, Grommelig, Quizly, Jatsi, Echolusie, Yoghurt, Tandenborstel, Leerboy, Jup, Puppy, Yang, Gangbang, Gebak, Kalkoen, en zo verder, en zo verder, en zo verder. Ik ga niet alle woordjes opnoemen wat er is allemaal is gezegd geweest. Kom gewoon naar de Discord-server. De link staat hier onderaan de beschrijving. En daar zijn we ook nog niet bezig met. Met, allez, zeg het, ook met de getalletjes. Maar met de woordjes gaat het wel precies wel iets rapper dan met de getalletjes. Yo. Ook, daar zit ook een delay op van 10 seconden. Voilà, bij deze. Yo. Zo mensen, mijn ouders hebben mij juist opgebeld. Ja, zeker nog eens even afkomen met uw was. Ja en nee, denk ik. Want ik zie hier nergens de wasmand staan. De wasmand hebben hun nog. In zakken. Allee, dan ga ik mijn was maar in zakken doen. Hè. De wasmand is niet hier. Allee, ik heb nog even iets te doen. Nu ben ik door aan het gaan bij mijn ouders thuis terug. Ja, dit is ook wel lang geleden dat jullie dit wel hebben gezien hè, in mijn vlogs. Mijn vlogs gingen altijd ginder in die kamer daardoor. Waar nu ook zo wat de ladder zo wat een beetje naar onder staat, daar ging het door. Al mijn vlogs, dat was vroeger mijn kamer. Maar die is wel helemaal veranderd. Of ja, ik ga het even gewoon laten zien aan jullie. Want ze zijn hier aan het opruimen. Ziet, dat was vroeger mijn kamer. Dit hier. Hier en daar was dan elke keer waar ik dan ook ja, mijn movie's en al in elkaar steekte. Daar stond dan nog mijn televisie. En dan ja, hier zo mijn rekje. En van alles, maar het is nu echt hier heel leeg. Hier stond mijn bed dan. Ja. Leuke herinneringen. En nu woon ik samen met Bea. Dan weten jullie dat ook. Toch nog eens leuk om naar die plekskennis te gaan. Van ja, is toch altijd mooi. En PostNL is ook weer al goed bezig. Allee, tot ziens. Joep.